Nou, meestal beginnen we hoeveel geblesseerde spelers er zijn. Dat zijn nog steeds Makinok, Emanuelsson en Leon. Dat zijn er drie. En voor de rest is iedereen beschikbaar. Behalve Willem Jansen, die nog een schorsing heeft van een jaar geleden. Nou ja, het seizoen hebben we heel goed afgesloten met 53 punten. Gedeelde vijfde. Nou, daar hoort vijfde, zesde, daar hoort ook een club als Utrecht te staan. Dus ondanks een heel slecht begin toen we daar kwamen, hebben we het goed ingehaald. Dus het elftal heeft het goed gedaan. Nou, het zijn vier gelijkwaardige ploegen. Wij hebben zeg maar, tegen Groningen twee keer gelijk gespeeld. Alleen Heracles hebben we twee keer van gewonnen. En Vitesse hebben we één keer gewonnen, één keer verloren, geloof ik. Hè? Dus het ontloopt elkaar niet veel. Ja, ja. Ik weet het niet. Ik weet niet. Maar wat heel belangrijk is, als je met een goed resultaat terugkomt, dan zit je natuurlijk volgende dinsdag met een vol huis. En dat is wel belangrijk natuurlijk. Ja. Maar qua kwaliteit ontloopt elkaar niet zoveel. Ja.